Jeremiah, wat een gigantische teleurstelling moet dit zijn. Absoluut, zeker. Vooral als je ziet hoe we de eerste helft spelen en hoe we kansen creëren. Als je die niet benut, dan loop je naar die corner achter de feiten aan die zij maken. Wat was dit voor wedstrijd? Waarom lukte het vorige keer wel en nu eigenlijk helemaal niet? Nou, zoals ik zeg, hoe we de eerste helft spelen was gewoon goed. En hoe we die kansen creëren, ja, als je die benut, dan sta je met 2-0 voor. En dan ga je heel anders de tweede helft in als je 1-0 achter staat. Zo simpel is het. Ja. Van 6-2 naar 0-3. Definitief geen uitzicht op een prijs. Ja, wat doet het met jullie? Ja, dat is zuur, dat is zonde. Je wil altijd prijzen pakken. Daarvoor voetbal je ook. Je wil mooi voetbal spelen en je wil prijzen pakken. En dit jaar niet. Hoe ziet de rest van jullie seizoen nu uit? Waar spelen jullie dan nog voor? Derde plek. Dat is waar het om gaat nu. Maar je wil altijd naar boven kijken en zo hoog mogelijk halen. Europees voetbal sowieso. Hoe teleurgesteld zijn jullie nu? Echt helemaal stuk? Of? Ja, dat is zuur. Heel zuur. Als je zo met 3-0 verliest in eigen huis van Ajax. Dat is zonde. Ik kwam in het veld op. Fantastische sfeer weer. Vuurwerk, alles. En dan gebeurt er dit. Ja, ik kreeg ook een enorme boost van het publiek. En zo gingen we ook van start. Fel, duels winnen. En daardoor kregen we grote kansen en die hebben we helaas niet benut. En nu? Hoe nu verder? Morgen herstellen en dan op naar de volgende wedstrijd.